Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, spelt, rogge en gerst. Deze granen komen voor in brood, pasta en worden vaak als bindmiddel gebruikt in bijvoorbeeld sauzen en soepen. Over dit onderwerp is veel discussie gaande. Er zijn een aantal populaire boeken die brood en pasta afraden, omdat er veel koolhydraten in zitten. Dit is voor mij niet de reden dat ik zoveel mensen afraad om gluten te eten. Mijn reden is namelijk glutensensitiviteit. Glutensensitiviteit komt vaak voor en is niet te verwarren met de veel zeldzamere tarweallergie en de auto-immuunziekte celiakie. Een belangrijk verschil is dat deze sensitiviteit kan verergeren hoe meer gluten u eet. Veel mensen eten eenzijdig, met 2 broodmaaltijden per dag en vaak in de avond pasta. Hierdoor is de kans groot dat de sensitiviteit zich opbouwt. Dit is te merken aan bijvoorbeeld een opgeblazen gevoel, darmproblemen en vermoeidheid. Glutensensitiviteit is niet goed meetbaar. En een kwestie van uitproberen of glutenvrij ook voor u voordelen biedt. Binnen een paar weken is het verschil vaak aanmerkbaar. Glutenvrije graansoorten zijn rijst, boekweit, quinoa, amarant, tef, gierst, mais en glutenvrije haver.